Hallo, welkom bij deze nieuwsupdate. Wie voorbij de grens moet, moet voortaan betalen. En daarom gaan we live naar Teofiel Waterslagers. Teofiel, jij staat aan zo'n grenspost. Mijn moeder zaliger zou zich afvragen, what the fuck is dat nu? Ja, nee, what the fuck is dat hier nu? Wacht, ik zal het je snel vertellen. Dus hier heeft men nog altijd achter de grenspost. Kijk, daar en daar en daar en daar. De grenspost, En dus de bedoeling is dus nu dat je passeert, dat je dus 125 ballen neerstelt. Dus dat mogen euro's zijn, maar dat mogen ook dollars zijn, Mexicaanse munten, dat mag alles zijn, maar dat moet er 125 neerstellen. Dus dat is de bedoeling en dat werkt dus in beide richtingen. Dus die kant en die kant allebei betalen, Roger. Ja, Teofiel, hoe reageren de Tediapolen die de grens over moeten? Well, kijk, voor sommige van die reizigers, Roger, is dat natuurlijk een regelrechte ramp. Dit, dat is dus, dat snap je wel, dat is dus minder boterhammen op tafel s'avonds. Dus ja, kijk, ja, ze reageren toch pessimistisch op deze nieuwe maatregelen. En hoe reageert de koninklijke marechaussee hierop? Wel, kijk, Roger, dat zal ik u heel kort vertellen. Ik ben hier aan het zoeken naar een reactie van de Kamer, maar ik vind ze niet. We hebben hier dus geen reactie gekregen ter plaatse. We worden doorverwezen naar hogerhand, maar die mensen die zijn dus niet beschikbaar, want die hebben het dus blijkbaar druk. Dus hoe de Kamer reageert, dat weten we niet. Ja, ik vermoed dat ze dus niet willen reageren. Zou het kunnen dat ze de storm voelen hangen, Teofiel? Ja, ik denk dat het dus duidelijk wel is dat er hier bepaalde sentimenten hangen bij de passeerders. Dat dus de Kamer daar zijn handen probeert af te houden. Wat de gemeente uitsteekt, dat ze daar dus hun handen niet aan verbranden. Want zoals dat we allemaal wel weten, zit de Kamer sinds haar creatie eigenlijk in moeilijke papieren. Meerdere bazen, moeilijke opstart, vlooien, luizen, ja, je weet het wel. Dankjewel, Teofiel, voor jouw interventie daar aan de grenspost. En we kijken ook meteen naar de reportage die jij hebt gemaakt voor ons. Alsof we dus nog niet genoeg betalen aan de belastingen in de stad, betalen we dus nu ook voortaan met z'n allen tol aan de grenspost. En dat is dan 125 euro alsjeblieft per keer dat je er doorgaat. En de Tediapolen die reageren dus overduidelijk misnoegd. 125 euro? Ik denk dat het onder mijn rug groeit, dat geld. Ja, ik moet natuurlijk blijven vissen en dat is de hele tijd de stad in, de stad uit. Dat kost gewoon heel veel geld nu we geforceerd om een abonnement af te sluiten en dat gaat ook maar door, hè. Ja, dit is wel de snelste weg, dus ik pak hem wel gewoon, maar ja, het is wel steeds bijna 1000 euro per dag hier. Ik ben bijna blut door die hele tolwegen hier. En dus ook, wat er ook gebeurt is dus dat sommige Tediapolen, dus kosten wat het kost, die grensposten beginnen vermijden. Ja, het bespaart je toch 125 euro. Het is veel geld voor een hardwerkende mens. Ik denk dat iedereen dat doet, eerlijk gezegd. Iedereen dat toch een halve brein heeft, zou dat doen. De huur is heel duur in de stad. En dan eten, drinken, alles er nog bij, meneer, de boetes. Het is niet goedkoop. Teofiel Waterslagers aan de grenspost hier in Tediapolis. Wie dus geld wil besparen, koopt dus beter een tolabonnement aan voor 1600 euro. Meer op Tediapolse Telegraaf.nl